De 24-jarige man die vanmorgen werd doodgestoken in een woning in Rotterdam-West is de honkballer Gregory Halman. Dat heeft de politie aan RTV Rijnmond bevestigd. Zijn 2 jaar jongere broer is na het incident aangehouden. Halman kwam sinds 2006 uit voor het Nederlands team. Hij speelde al 7 jaar bij Seattle Mariners in de VS. Hij zat niet in de Nederlandse ploeg die eerder dit jaar de wereldtitel behaalde. Zijn jongere broer is ook honkballer en zou komend seizoen catcher zijn bij het Rotterdamse Neptunus. Bij de RET verdwijnen opnieuw 140 banen. De ontslagen vallen op alle afdelingen van het openbaar vervoersbedrijf. Met de nieuwe ontslagronde komt het aantal personeelsleden dat dit jaar de wacht is aangezegd op bijna 350. Volgens de directie zijn de bezuinigingen nodig omdat de stadsregio Rotterdam minder geld voor openbaar vervoer uitgeeft. Het personeel van de RET blijft zich verzetten tegen de bezuinigingen. Er komt een stille tocht voor Farida Zargar. Daarvoor is een verzoek bij de gemeente Spijkenisse ingediend. Waarschijnlijk wordt de tocht vrijdag gehouden. Een definitieve dag en meer duidelijkheid over de route volgt morgen, na overleg tussen de politie en de gemeente. De moeder van Farida heeft ingestemd met de herdenking, maar wil niet dat de tocht langs het ouderlijk huis gaat. In Papendrecht is afgelopen nacht rond 3:30 een ramkraak gepleegd op een juwelier aan de Meentpassage. Volgens de politie veroorzaakte ze veel schade, maar valt de buit mee. Op de burgemeester Keizerweg werd een 20-jarige automobilist uit Roosendaal aangehouden. Het is nog niet bekend of de verdachte iets te maken heeft met de ramkraak op de juwelier in Papendrecht. Ja, zoals de laatste tijd gebruikelijk begint ook de dinsdag met dichte mist. In de middag blijft het bewolkt, een wat nevelige sfeer. Spatje regen is niet helemaal ondenkbaar. En dat bij temperaturen rond een graad of 6.